Ik ben moe. Een moment houdt Jantine het schuursponsje stil. Daarna schopt ze dubbel zo hard verder. De gootsteen glimt en blinkt al lang. Toch gaat ze door. Zeg niks, ga er niet op in, houdt zichzelf voor. Geef hem geen ruimte om weer af te haken. Ze heeft zich zo verheugd op vanmiddag. Och, wat gaan ze nou helemaal doen? Op bezoek bij Ellie en Jan, die deze week in een huisje bij Nijverdal zitten. Geef me de moed is het nieuwste boek van jou. Hoe ben je tot het schrijven van dit boek gekomen? Eigenlijk heeft dit het idee voor Geef me de moed een jaar of vijf op de boekenplank in mijn hoofd gelegen, zeg maar. Ik ben hier in november 2019 mee begonnen, maar het idee is eigenlijk al in juni 2014 ontstaan. Toen ik iemand leerde kennen die toen net de diagnose sarcoïdose kreeg. Ik vind medische onderwerpen erg interessant. Dus ik ben hier ook me meer in gaan verdiepen. Ik zag wat het deed met het leven van iemand die sarcoïdose heeft. Ja, en daar zag ik een verhaal in. Dus eigenlijk kan ik zeggen dat het een beetje autobiografisch is? Niet autobiografisch. En het is zo en zo fictie. Maar ik heb toen mijn vriend Roy leren kennen. En hij zat dus net in die periode van klachten, niet weten wat het is. Sarcoïdose is behoorlijk zeldzaam. Niet alle artsen kennen het. Dus soms duurt het ook heel lang voor de diagnose gesteld wordt. En dan zit je dus een poos in de medische molen. Dus ook vanwege mijn medische interesse en omdat je dan iemand kent die daarmee op dat moment mee worstelt, zeg maar. Ja. Sprak het mij aan en groeide er een verhaal. En voordat het dan zover is dat het echt een verhaal wordt wat op papier komt, ging er even tijd overheen. En ja, het is fictie, maar er zijn natuurlijk wel een hoop voorbeelden die uit het leven gegrepen hadden kunnen zijn. Ja. En ja, je hebt al eerder boeken geschreven, hè? Kan je een paar titels noemen die je al eerder hebt gemaakt? Ik heb net de grote letterversie van Dubbelspel binnengekregen. Dat is een roman en die gaat over iemand die zich een beetje anders voordoet dan ze is. En dan leert ze dus iemand kennen die haar in beide hoedanigheden kent. En dat levert natuurlijk allerlei verwikkelingen op. Zoals je bent, dat is dan een verhaal over drie vriendinnen die tegen de 50 zijn en de balans van hun leven opmaken. Heb ik gedaan wat ik wilde doen? Zijn mijn dromen waar geworden? Zijn mijn dromen nog wel? En zo kan je nog wel even doorgaan. Precies, ja, 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 ja. Je hebt al zoveel geschreven. Ja. En wat maakt schrijven zo boeiend voor jou? Ik denk dat ik graag vertel. Dus verhalen die in mij opkomen, daar wil ik graag ruimte aan geven. En dat worden dan boeken. Ja, want jij hebt ook een aantal kinderboeken geschreven. Ik heb ook een aantal kinderboeken geschreven. Ja, ik ben daarmee begonnen en ik schrijf nog steeds kinderboeken. Op het moment ben ik bezig met een serie voor meisjes, zeg maar, uit de onderbouw. Een paardenserie, Isa heet die serie. En in september komt er een paardenboek voor tienermeiden uit. Dus ik blijf ook wel een beetje in de paardenhoek hangen op het moment. Wat is jouw lijfspreuk? Lezen is dromen met open ogen. Dankjewel.